Iedere week heeft een zeil en die kunnen we er of helemaal opleggen, of helemaal niet, als er harde wind staat, of allerlei tussenstanden. Nou, voor we gaan draaien en eventueel malen, moeten we de molen altijd eerst op de wind zetten. Dat betekent dat we de kap moeten gaan draaien. Dat doen we met het wiel. Ik heb 43 jaar bij het kadaster gewerkt in diverse functies, van landmeter tot innovatieadviseur. En een jaar of twee geleden dacht ik, ik ga me op mijn pensioen voorbereiden. En toen kwam het idee van om vrijwilliger bij de molen te worden. Nou, dat vond ik zo ontzettend leuk. Dat ik dacht, dan ga ik ook mijn diploma halen. Dat zie ik maar als een laatste omscholing. Dus ik ben 2 jaar geleden met de opleiding begonnen. En je kan, nadat je minimaal een jaar lid van het gilde bent, en je hebt 120 draaiuren op je eigen molen en 30 op andere molens, dan kun je een examen aanvragen. Dat heb ik in februari dit jaar heb ik dat gedaan. Omdat ik die uren die had ik al ruimschoots. Maar je moet ook 2 zulke dikke boeken doornemen. En je moet ook van alles over andere molens weten. Poldermolens, over standaardmolens, dat zijn middeleeuwse molentypen en dat soort dingen. En je moet natuurlijk de molen veilig kunnen bedienen. Veiligheid is heel belangrijk. En het remmen van de molen, het weer in de gaten houden. Het weer kan, kijk, regen is niet zo erg, maar meestal komt er dan ook een hardere wind aan. Dus in veranderingen in windrichting en windkracht moet je heel goed in de gaten houden. Dus je moet eigenlijk ieder kwartier even naar buiten lopen. En tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei apps die je daarbij helpen. De weerkaart en dat soort dingen. En in het voorjaar, april, heb ik toelatingsexamen gedaan. Het examen gaat in 2 stappen. Je moet eerst een toelatingsexamen doen voor de provinciale commissie. Die heb ik in Putten op de molen gedaan. En de examinatoren vonden dat ik door mocht gaan. 14 dagen terug, 11 oktober, mijn landelijk examen gedaan in Kootwijkerbroek. En die 4 examinatoren die vonden het ook dat het verantwoord was om mij op een molen, zelfstandig op een molen te laten draaien. Nou, heel erg leuk. Bijzonderheid van de examencommissie was dat die uit 4 dames bestond. De molenwereld is toch, ja, heel veel mannen, maar er zijn gelukkig ook vrouwelijke molenaars. Waarvan ook een aantal zo ervaren dat ze een examencommissie vormen. Het was de primeur, Kootwijkerbroek. Nou, 4 kandidaten, we zijn allemaal geslaagd. En, ja. Nu blijf ik hier doordraaien, zeg maar.